Agenten, dit is operatie Beschermde Prins. Oeh, ik vraag me af wat we hiervoor moeten doen. Dit is Tansaberië. Wauw, Tansaberië is Tansamini. Het land had jarenlang oorlog met Sambakia, de zuiderburen. Maar de jonge prins Promomomo heeft opgeroepen tot een staakt het vuren. Oh ja, hij toont voor de zekerheid nooit zijn gezicht in het openbaar. Voor de zekerheid of voor de onzekerheid? Want ik heb zo'n donkerbruin vermoeden dat er onder dat lapje een enorme puist zit. De prins wil een vredesverdrag met Sambakia tekenen. Maar zijn politieke vijanden willen dat tegenhouden. Daarom logeert hij in de laatste plek waar iemand hem ooit zou zoeken. Bij ons thuis. Wacht eens even. Maar Judy en mam zijn op missie, dus ik ben het enige meisje in dit huis. Weet jij hoeveel sokken ik de laatste 24 uur heb opgeraapt? Ik bedoel echt hoor, hoeveel voeten hebben jullie? Wat stel jij mij teleur, Casey? Dus jij vindt je eigen comfort belangrijker dan vrede? En dan zit in jouw kamer, Ernie. Dat is niet eerlijk. Sorry, maar er slaapt al iemand in Ernie's kamer. Ernie! Waar moet ik zelf dan slapen? Jij logeert in de Tansaberische ambassade. Je doet je voor als de prins tot het vredesverdrag getekend is. Yes! Krijg ik eindelijk eens de koninklijke behandeling die ik verdien. Tuurlijk! Lang leven prins gaat in zijn eentje naar de bios. Kakeroet! Ik ben Olu, de eerste attaché van prins Promomomo van Tansaberië. Oh, welkom in ons huis, uw majesteit. Man, lekker dan. Jij mag lekker chillen op de ambassade en ik zit hier met die... Ai, wauw. Jij bent zeker Casey. Wat een plezier om kennis met je te maken. Ja, nou, uw halloheid.